En ik hoor een hond blaffen. Oh, daar ben je. Kan ik je neerknallen vanaf hier? Yes, I can. Doe ik dan ook maar, want het ziet eruit alsof je nergens heen kan. Dus dan zal je wel een tijdje geneten hebben gehad. Dus dan zal je wel honger hebben. Kan ik je maar beter even uitschakelen voordat je per ongeluk vrijkomt en je honger gaat stillen op mijn kuiten en shit. We moeten waarschijnlijk weer mechanismes gaan oplossen, want ik zie overal hendels en toestanden en hier zo'n bord en zo. Wat is dit? Dit is een soort van kaart. Ik ben hier zo naar binnen gekomen, dus dat betekent dat ik nu hier ben. Is dit rode ding dan deze kaart? Of nee, dat zal wel deze lever zijn. Ja, dat is deze lever. Okay. We have to activate them one by one. Why does everything have to be complicated? Dus nu is dit open, dus dan ga ik daar even naartoe. En complicated, wifi, ik speel het niet voor jouw lul, veteran. I love complicated. Oh, ze komen door die schachten naar binnen gekropen, wijfie. We moeten even in combat mode. Oh, wat? Er zat er gewoon eentje achter me. Dus dat ik dat in. Come on, Helena. We gotta activate this thing. Dus dat ik die comment in mijn scherm zag, anders had ik me gewoon bij mijn kuiten gegrepen. Achter me. Waar de fuck komen ze? Ja, ze komen uit die schachten. Ik hoop niet dat ze de hele tijd blijven spannen hier zo. Dan ben ik nog wel even bezig met vechten. Maar ja, dan geef ik jullie ook weer even wat actie om naar te kijken. Volgens mij blijven ze de hele tijd spawnen. Oh no, you don't. Maar ik moet toch een beetje kleren om het door te kunnen kopen. Kijk. Kan ik hierheen? Deze shit kapot trappen. En dan heb ik hier de volgende lever. Dan kan ik op die kaart zien wat er open gaat. Daar zijn wij de vorige, alleen nu gaat dit dicht. Maar ik kan hier naar beneden, dus dan ga ik gewoon hier naar beneden. Ah, gaat hij ineens liggen? Vuilak. Zo. Nou ben ik als goed is aan de andere kant van het hek. Als goed is Helena hierboven. Yep, she is. Zij houdt dat onder controle, denk ik. Kijk, dat... Daar is nu... Dat is zo'n kotsende zombie. Trouwens, wat de fuck is dit? Kijk eens. Daarmee kan ik ze gewoon onder stroom zetten. Die motherfuckers. En
dan heb ik hier dus de volgende lever. Kijk, zo gaan we er langzaam komen en zo. Je kan er dus ook zelf door geraakt worden, zie ik. Kom even, ik geef je even een rotzet naar boven. En ik weet niet wat het vakje dan moet doen, maar... Wow. Oh shit. Oh, net op tijd, man. Ik heb wel een beetje damage gehad. Oh, dat is een sterke. Die zit geloof ik aan haar kant. Ik moet er even helpen tegen die grote... Nou, volgens mij heeft ze die grote gewoon gerekt. Ik zie hem niet meer. Uh-oh. Ik had er bijna op die andere zombie gepleurd. Ja, zo op die andere zombie gedonderd. Hey, what the fuck? Dronkenlap met een wijnflesje. Wat, waar word ik door geraakt? Help me, wijfie. Meteen even zo'n Axe Deo spray gebruiken. Oké. Okay. Snel. Sprong die naar beneden. Geweldig. Maar echt, what the fuck man, als je nou een professor bent die hier werkt. Come on. Hoe de fuck moet je jezelf manoeuvreren door dit lab heen dan? Je hebt dan altijd eigenlijk een partner nodig. Waarmee je door dit lab moet lopen. Makes no sense, maar goed, weet je. Ze kunnen niet zo vermaakt het spel in ieder geval mij met die gekke puzzels. Oh shit! Ik zag hem echt niet liggen. Thanks for the backup, Helena. Oké, okay, motherfucker, ik zag je echt niet liggen. Dit is trouwens niet de eerste zombie die ik niet zag liggen. Al die doktersachtige zombies met die labjassen. Zie ik niet zo goed op de grond liggen. Ah, hij is al dood. Never mind. Weer eentje met zo'n grote bek. Careful.
Moet ik heen? Oh, wacht hier. Trouwens, je staat er vlak naast. Hup, we douwen die deur open. And down we go. Nog verder onder de grond. Oké dan. Kan ik deze urns kapot maken? Yes, I can. Lach man, nu komen we wel in de catacombs of Carthus. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst even pauze nemen. Want ik zag weer de leuke text saving in het scherm staan. Dus, smell you guys later. Reach it out.